Zo, Margreet. Eens even kijken. We hebben van cameranu.nl gekregen. Een echte... Een Sony. Een Sony. Heel cool. Dus ik ben benieuwd of je deze heel laat. Ja, het ziet er ook wel weer redelijk stevig uit. Ja, maar ja. Hij is wel heel solide inderdaad. Dus, wat denk jij, gaat Sony hem heel laten? We zullen het zien. Hij is in elk geval splashproof. Splashproof, ja. Dan weet ik niet of hij ook jawsproof is. Maar dat zullen we dan wel zien. Nou, kunnen we in ieder geval zijn gebit weer even controleren. Ja, dat is goed. Zal ik hem even binnen zetten? Ik zou zeggen, probeer het maar. Ja, dan horen we. Noemi, I'm opening S4 again. Voilà. Nou. Zie je, ze gaat hem nou wel uit de weg. Ah, oh, heel goed. Ze heeft wel respect voor hem, hè? Ja. Nou, ik vind het wel heel mooi om te zien dat het echt heel erg kenmerkend gedrag voor een jonge chimpansee is die zijn zin niet krijgt. Het is echt chimpansee gedrag van een jongen van een jaar of 6, 7, 8. Maar op een gegeven moment zagen we ook heel goed, hè, dat Sony even naar boven ging en dat Suzy had van oké, toch maar even niet. Ze zit wel met een tak te beuken. Maar het interesseert hem niks. Nee. Hij is totaal niet bang voor haar. En ik denk dat dat ook gewoon een compliment is naar Sony. Dat hij de signalen van haar krijgt van oké, dat is een jonge chimpansee. En ik moet niet al te agressief reageren. Ik moet gewoon weglopen. En ik hoorde op een gegeven moment iets over dat ze voer uit zijn boel pakte. Ja. Ik kan me heel goed met Julio en Linda herinneren. Dat Linda die pakt ook vaak eten van hem af. Hè? En dat Julio op een gegeven moment was hij er klaar mee. En hij beet er gewoon één keer in de vinger. Ja. En daarna is het nooit meer gebeurd. Dat was zo'n duidelijk teken van afgelopen. Dus ik ben zo benieuwd wanneer hier een omslag in komt. Ja, de jonge chimps die hebben zo'n klein wit bolletje boven hun kont. Wat een kabaal. Die hebben zo'n klein wit bolletje bovenop hun kont. En zolang ze dat witte bolletje hebben, dan kunnen ze alles. Ze mogen het voer van iedereen afpakken. Ze hebben als eerste toegang naar lekker voer. Ja. En als dat witte bolletje dan verdwijnt, dan is het klaar. En als ze dan iets gaan doen wat vroeger heel vanzelfsprekend was, dan krijgen ze een beuk. En dan krijg je ook een beetje dit Maria-gedrag. Gewoon echt gillen. Ja, een temper tantrum. Thank you.
Ja, we zijn natuurlijk niet helemaal achterlijk. We hebben gezien wat Sony de vorige keer deed met de camera. En deze is zo mooi, dus die willen we nog wel voor andere doeleinden gebruiken. Dus we hebben besloten om hem niet deze te geven. We laten ze bij elkaar zitten. Maria heeft nu een partner waar het gewoon heel goed mee klikt. En de introductie is nu ongeveer een maand geleden. En we hebben al gezien dat ze zoveel progressie maakt. Dat wij ervan uitgaan dat Sony een heel goed maatje voor haar is. Ze heeft nog wel een hoop te leren. Zoals bijvoorbeeld wat we net zagen. Als er dan even spanning is, ja, dan moet ze nog wel even haar plek weten. En dat verwachten we dan de komende tijd. Dus voor de komende maanden blijft dit dan het duo. En als de chimps zijn die in het groepje erbij kunnen, dan kijken we daarnaar. Maar voorlopig is dit de samenstelling van dit groepje. Thank you.